Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft gisteren aan 134 mensen grondbeschikkingen en bereidsverklaringen uitgereikt. Het gaat in deze om terreinen in Paramaribo Noordoost, zoals Oldenburg en Geiersvliet. Mike Nerkus, districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, zegt dat vele van de aanwezigen decennia lang op dit moment hebben gewacht. Sommigen van u krijgen een bereidsverklaring, sommigen van u krijgen een toewijzingsbeschikking als je het goed hebt. En het is aan u om verder uw leven uit te bouwen en kwalitatief hoger te maken. Ik heb maar één verzoek. Koestert u het en verkoopt u het alsjeblieft niet. Want u hebt heel veel moeite gedaan om eraan te komen. Sommigen van u decennia lang. Je hebt er heel hard voor gewerkt, heel veel voor gelopen. En deze regering heeft heel hard gewerkt onder de leden van onze president en u hebt het gehad. Er zijn nog nooit zoveel beschikkingen uitgedeeld. Het is nu aan u, als u een bereidingsverklaring hebt gehad, om de procedures te volgen, toch, om zodoende in aanmerking te komen voor de toewijzingsbeschikking. Mike Nerkus. Volgens RGB-minister Lekram Soerjan zijn er 134 mensen die een bereidsverklaring hebben ontvangen een klein onderdeel van de achterstand die het ministerie met name de regering nog moet inlopen. De regering onder leiding van de president is continu en elke dag bezig om na te gaan hoe we die achterstand kunnen inlopen. Huisvesting, dus huizenbouw. Daarover praten we morgen. Verkavelingsprojecten, bouwkavels, die zijn ook aan de orde. En bijna elke dag, gelooft u me, dat vanaf Nikeri tot en met Marowijne en alle andere districten, van noord tot zuid, de mogelijkheid wordt bekeken, binnen de beperkingen die er zijn, die de regering heeft, om verkavelingsprojecten te initiëren en uit te voeren, huizenbouwprogramma's die lopend zijn, af te handelen, maar ook nieuwe te initiëren en daarmee verder te gaan. Kortom, die regering is continu bezig om een van de basisbehoeften om daarin te kunnen voorzien. Grond betekent, zeg ik elke keer, is een basis, is een fundament voor ontwikkeling. Aldus Lekram Soerjan, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB. Hij sprak gisteren bij de uitreiking van 134 bereidsverklaringen aan personen van Paramaribo Noord. De uitreiking vond plaats op het commissariaat van Paramaribo Noordoost en wel aan de Sommelsdijkstraat.